Dus ik heb hier een draadloze microfoon en deze kan jij dus eigenlijk niet kopen. Dus heeft de video veel zin? Misschien ook wel niet. Maar uiteindelijk mocht je toch op een markt komen uiteindelijk, dan heb je misschien wel wat aan deze video. Dus dit is de 7 Rhymes Remo Mic Lite UC. Een draadloze microfoon met een USB-C ontvanger die je bijvoorbeeld in je mobiel stopt. Je kan de volume van de microfoon on the go aanpassen via de knopjes aan de zijkant. En de microfoon verbindt snel en automatisch met de ontvanger. Verder heb je samen met de aan- en uitknop nog een low-cut filter op de zijkant zitten. Dit zorgt ervoor dat als je in een stille ruimte bijvoorbeeld zit en je hebt allemaal apparaten om je heen die bijvoorbeeld een beetje een lage brontoon hebben, dan kun je via deze modus dus dat geluid een beetje neutraliseren. Op de achterzijde heb je nog een clip om te bevestigen op je shirt, zoals ik hier heb. En heeft de microfoon een batterij van 250 mAh, wat officieel 3 uren lang mee kan gaan. Maar in eigen gebruikservaring zit ik vaak rond de 250, goed, dat is heel veel weten, 2,5 uur. Opladen van de microfoon kan dus via de USB-C poort worden gedaan. En gelukkig hebben we geen micro USB. Halleluja. En wat gezegd is dat de microfoon ook een bereik heeft van 30 meter ver. Maar in eigen ervaring heeft de microfoon er wel een beetje een soort van moeite mee als ik op een afstand kom van 15 tot 20 meter. Mel, hier heb jij een lekker stopje erbij. Alsjeblieft. Er komt geluid door, alleen af en toe dan knipt het een beetje tussendoor en merk je gewoon dat het er niet zo fijn vindt op die afstanden. Voor de rest krijg je ook nog een windkap bij en een USB-C naar A-adapter, mocht je het bijvoorbeeld willen gebruiken in je computer. En krijg je ook nog een USB-C naar A kabeltje erbij om natuurlijk de microfoon zelf te kunnen opladen. En de ontvanger die erbij komt maakt gebruik van stroom via de USB-C poort. Oftewel, deze hoef je dus never, nooit niet op te laden, wat dus echt een plus is. Ook heeft een ingebouwd schermpje die een aantal dingen laat zien, waaronder hoe het bereik is tussen de microfoon en de ontvanger, hoeveel batterij de microfoon nog heeft en het ingestelde volume van de microfoon zelf en via welk kanaal de microfoon en de ontvanger verbonden zijn en een live volumemeter om te zien hoe luid je praat dus in de microfoon. Nou, maar ja, dan vraag ik me af, hoe klinkt het nou allemaal? Nou, eigenlijk luister je er al naar. En de afgelopen aantal video's die ik opgenomen heb, heb ik deze microfoon dus ook gebruikt. Het werkt altijd top en klinkt eigenlijk altijd wel goed. Althans, ik heb jullie nooit horen klagen op mijn laatste video's. Het is zoveel beter om een draadloze microfoon te hebben vergeleken met mijn vorige microfoon, de Boya by M1, waarvan je de review hier ziet. Die werkt hartstikke goed qua geluidskwaliteit, alleen qua kabel is het echt gigantische rotzooi. En dan vind ik dit wel echt een uitkomst. En dan gaan we nu over naar de conclusie. Ik kan het product moeilijk een beoordeling geven, omdat ik eigenlijk niet weet hoeveel het eigenlijk kost. Of wanneer het überhaupt op de markt zal komen. Ze zeiden, het komt al in midden november op Amazon te staan. Maar als ik nu kijk, dan zie ik letterlijk nog steeds niks. Wat ik wel kan zeggen is dat ik dik tevreden ben over het product. En dat is het eigenlijk ook wel. De geluidskwaliteit is goed. De bereik had wel wat beter gekund. Maar ik heb geen prijs eigenlijk waar ik op af kan gaan. Dus ik weet het niet. Als dit een tientje zou kosten, dan zou ik het super hard kunnen aanraden. Kost het misschien 100 euro. Stel je zou het voor 100 euro zien op een markt. Vind ik het toch misschien wel een tikkeltje te veel nog. Nou ja, dat is het ook wel. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.